aan de kant, aan de kant, aan de kant, aan de kant. Melding, inbraak heterdaad. Oh. Staan blijven, stoppen, stoppen. Ja, die hadden gesloopt. Nee, en nu sloop jij mijn... Voor, oh, wat is dit? Wat is... Ik kan niks. Twee personen in ruzie op de snelweg is gemeld door andere... Door andere weggebruikers. Hallo iedereen, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is GTA V, LSP Duvar en Mor. Zei ik nou weer GTA IV, ik weet het niet meer. GTA V, LSP Duvar en Mor. Ik zie steeds vaker in de reacties terugkomen dat ik blijkbaar GTA IV zeg. Misschien omdat ik het zo snel zeg. Of ik zeg het echt, nou ja, dat ligt dan aan mij. Nou, vandaag LSP Duvar met Wim. Dit is Wim, voor de mensen die nieuw zijn, want ik heb 4300 abonnees gehaald. Dikke shout-out naar iedereen die is geabonneerd. Voor de mensen die nieuw zijn, dit is Wim. Wim is mijn vaste chapter in de afleveringen LSP Duvar. En nou ja, vandaag hebben we de Touran 2016. De rechter van deze twee, of ja, de middelste van deze drie achter mij. De linker is een Touran 2011. Heel uitgebreid gemaakt door Team Emma Aalsmeer. De middelste is 2016 versie, heel uitgebreid. Of nou ja, ook gemaakt door Team Emma Aalsmeer, minder uitgebreid. En de rechter is ook eentje 2011. De rest hier allemaal is 2011. Nou, voor de mensen die hem niet gezien hadden, kijk eens. Oh, ik heb een minigun, let er niet op. Die ga ik zo verwijderen. De hele versnellingspook is helemaal automaat en zo. Stuur is echt Volkswagen. En dan heb je hier handgeschakeld. Stuur is geloof ik wel Volkswagen. Maakt ook allemaal niks uit, want het zijn beide toffe voertuigen. Deze, ja, deze ziet er wel anders uit. Kijk, ik praat zoveel. Als je ook van voren kijkt... Die rechter, die lijkt me toch wat scherper allemaal. Zie je? Terwijl die waarschijnlijk echter is. Maar goed, hij is iets lager. Ik weet niet of hij groot is gemaakt of hij klein. Boeit allemaal niks, wij gaan in dienst. Force duty. Dan verdwijnt hopelijk ook die... Of had ik dat al gedaan? Dan verdwijnt misschien ook die minigun. Nee, die verdwijnt niet. Maar dat laten wij verdwijnen. Remove current weapon. Dan hebben we de shotgun. Nee, niet die. Wij willen die. Nou, op mijn Instagram had ik of kreeg de reactie: gaan we met de Touran, met dat oranje. Nou ja, ik pak niet weer die Touran die hier links en rechts van mij. Want dan ga ik daar echt te vaak mee spelen. Dus daarom pak ik deze. Maar deze heeft ook de oranje hoor. Alleen kan ik er niks anders voor maken dan dit. En hij heeft stoppolitie voor en stoppolitie achter. Nou, dit is ons politievoertuig. Even kijken, hij wordt gespand. We gaan even naar binnen. Want ik zag geloof ik ook eens in een reactie. Ga eens gewoon naar binnen. Even koffie drinken, weet ik het wat. En als je dan een melding krijgt, ga je zo naar buiten rennen. Tot je echt een melding krijgt. Dus dat gaan we ook doen. Een beetje pro 24/7 zie je dat vaker bij. Hè? Nou, ik zie jullie zo binnen. Ik ga even kijken wat we daar allemaal kunnen vinden. Nou, we pakken het even... kunnen we iets pakken? Geen koffie? Wel frisser. Ah, we hebben geen genoeg geld. Nou goed, dan gaan we bij de basis aankloppen. Nou, die is er niet. Hier kun je geloof ik je gear pakken en zo, maar dat hebben we al in het kluisje. Attention all units. We have melding. Aan de kant, aan de kant, aan de kant, aan de kant. Melding, inbraak heterdaad. Verdachte is nog binnen. We gaan met meerdere eenheden daarheen. Nou, eerst melden van vandaag. Inbraak inderdaad dus. Ik heb ook ingesteld dat we rechts of linksonder nu kilometers zien en meters in plaats van miles. Dus we zijn 700 meter verwijderd van het huis slash gebouw waar de inbraak is. Dan gaat zo meteen ook blauw eraf. Oké, okay, blauw gaat eraf. We gaan met vrijstelling verder.
Is in het ziekenhuis? Oh nee. Ofwel. Hier zo. We knallen hem vol op de stoep. Mooi. We zijn ter plaatse, OC. Mevrouw, blijf even staan. Oh, let op joh. Ja, je wil met ons praten, weet ik. Hoi, vertel. Thank God you're here. Came home and I went to unlock my door and I found it was already open. Oké, okay. Dankjewel. Komen de collega's met de verkeerde sirene. Wij blijven hier even voor de deur staan. Zodat niemand naar buiten kan. Als ze die sirene nou uitzetten. Ze hebben hun toerant de verkeerde sirene gegeven. Mooi, net zoals mijn brandweerwagen wat inmiddels opgelost is. Ja, zet nou uit. Ja, parkeer hem daar maar joh. Nul inhouden, dan komen ze geloof ik sneller. Die nul, ja dat zijn ze. Ja, goed zo collega's. En jullie hebben dus echt niks. Hoi, hier komen. Jullie zijn hetzelfde. Jullie zijn broers. Vet leuk. Kom, we gaan naar binnen, heren. Wapen trekken. Control A to enter. Kom. Goedendag, politie. Oh, mooi uitzicht. Hoe werkt het huis? Ik geloof dat dit de deur is. Politie. Ik zelf bekend. Oké, ik denk dat de verdachte al buiten is. Heren, ga nou aan de kant. Te zien is hij buiten, ja. Ik vermoed echt dat hij buiten is. We gaan even naar hier beneden. Naar de slaapkamer is dat, geloof ik. Ik denk dat hij ons net... Staan blijven. Stoppen. Stoppen. Dus je wordt getased. Stoppen. Goed zo. Op de knieën. Op de knieën. Goed zo. Collega's houden hem in zicht. Er wordt geschoten buiten. Goed, jij bent aangehouden. Je gaat met ons mee en dan gaan we snel naar buiten. Dan weet ik nog steeds niet wat dit was. Kom mee. Nou, we gaan nu automatisch naar buiten. Hier ziet het er veilig uit. Omdat we dat oranje zagen. Oké, dan doen wij Ctrl Griekse ei en is de melding afgerond. Mevrouw, kunt weer naar binnen. All units, we are code 4. No further units required. Nou, collega's zijn blijven. Oh, 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 oh. Wat zijn we toch dom soms, hè? Attention all units, we've got a 502 in Pillbox Hill. Meteen een nieuwe melding, even kijken, we zetten hem hier even neer. We hebben een voertuig, Purple Fugitive License Plate 46 Ega, track down the driver. Oké, hier rijdt iemand onder invloed. Denk ik. Paars voertuig. Oh, oh my god. Wie wil daar nou linksaf, joh? Alleen jij dat. Gaat die jongen nu doorrijden, hè? Nou. Het voertuig gaat inmiddels rijden. Zou een invloed zijn, dus ik weet niet waarvan. Is dit purple? Blijkbaar. Nou. Hier kun je op zich wel omheen rijden. Dan zetten we oranje maar even aan.
Dan hebben we dat in ieder geval ook deze aflevering gebruikt. Dag meneer. Hey. Ik zie marihuana in dit voertuig, zegt mijn observation window. Oh, jij gaat niet aan mij aanraden. Mag ik je rijbewijs even zien? Zet de motor ook even uit. Jawel, kom even aan de andere kant staan. Lance Bishock. Hij wordt sowieso gezocht. Goed Lance, mag ik voor mij even uitstappen? Ik ben deze aangehouden. Mag je handen... Oh, die is duidelijk onder invloed. Handen laten zien waar ik ze kan zien. Of handen laten waar ik ze kan zien of zoiets. Hoe zeggen ze dat? En je bent aangehouden. Ik ga naar het bureau. Je voert er gewoon op slag genomen. Je wordt opgehaald. En dan kunnen wij door, zo meteen. Of voertuigcontrole of wat we ook gaan krijgen. Nou, hier heb ik ook knipperlichten, dat is wel goed zichtbaar. Voor natuurlijk wel niet. Of die heb ik gesloopt toen net, dat kan ook. Ja, die had ik gesloopt. Nee! En nu sloop jij mijn... Oh, weer een melding, hit and run. Wat ben ik allemaal aan het doen? Wat heb ik gedaan? Zo. We gaan naar een persoon aangereden. Hopelijk is hij aanspreekbaar. Zo te zien op de snelweg. Of op de snelweg. Ergens. Oh, daar. Hier ligt hij en hij staat daar. Oké. Okay. Hoi, vertel. I saw what happened, officer. The car just hit the poor pedestrian and took off. The windshield shattered in the car. It's a lot of fun. Daar is Ambiel. Dankjewel. Oh, hij is al gesignaleerd. Als jij nou even hier weggaat. Zullen we dat eerst eens doen? Shift T. Kom maar. Als ik jou nou even hier neerzet, hè. Praat jij maar met... Oh, we zitten vast. Nee, oh, 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 oh. Praat jij maar met de ambu, wat is gebeurd? Dan pak ik mijn voertuig en dan ga ik achter de verdachte aan. Die is voor het laatst gezien met een ANPR-camera. Heet in het spel wat anders. Hij gaat nu... hierheen. Dat betekent dat hij deze kant op gaat. Dan gaan wij niet omrijden, maar heel makkelijk even zo rijden. Vol gas, niet druk op de weg. Valt echt mee. Oké, we gaan er dus op dit moment met deze route vanuit. Ik ga het niet gokken. Ik wil toch hierheen. Waar gaat hij heen? Hij komt hier rechtdoor tegemoet. Dat moet hem dan zijn, hier rechts. Toch? Als hij hier zo ging, deze kant op. Dan moet dit hem zijn. Race groen. Zit hij groen? Nee, shit. Dan heeft hij deze weg gepakt. Shit, een trein. Ja, hij heeft die weggepakt. Geen treinen, oké, mooi. Komt hij hier dan? Nee. Oh wacht, dat is niet de weg. Hij kan ook aan de andere kant. Hij gaat deze weg. Hij rijdt op deze weg. Vol gas erheen. Oh shit, daar is hij, daar is hij. Hoop ik. Het was een groene wagen in ieder geval.
Dit is ze, hè? Dispatch, we have a visual. 1, Adam 12, roger. Fuck this shit. Goedendag. Ja, daar, zo, die heeft hem goed geraakt. Hi. Heeft u gedronken? Mag meteen uitstappen van mij. Even kijken hoe ze staat. Nee. Ik kom niet dronken over, ik ben aangehouden. Voor oh, wat is dit? Wat is, ik kan niks. Staan blijven. Ze duwden me gewoon weg. Ze zegt de volgende voet. Nee, dit is nog geen pursuit. Wat is dit nou? Waarom is ze rennen? Wim, don't let me down. Staan blijven. Ben niet snel genoeg hier komen. Zo. Kom jij maar even mee. Ja, ze wou wegrennen. Ben aangehouden. Waarom kan ik nu dat niet aanhouden? Dan gaan we de taser gebruiken. Stop! Nee. Ik wil altijd die taser al wegdoen, maar in dat je hem wegdoet, dan denken hun ook, oké, we kunnen wegrennen. Ik doe even snel mijn horloge af, want het doet pijn. Die leg ik hier neer, ze gaat toch niet rennen. Ja, 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 niet zo schrikken. Ik ben aangehouden. Voor de hit and run. Ga een transportje deze kant op, C. Daar zijn ze al. Control I. Hit and run crashed. Oké, okay, mooi. Roger. We waren toch klaar. Dispatch calling unit 6, Paul 20. We have a civilian shot. Iemand neergeschoten. Copy that, dispatch. En de vorige keer dat we deze melding hadden, werden wij opeens beschoten. Dus ik ga nu echt. Responding code 3. Proceed with caution. Opletten. Roger that, 6, call 20. Medical aid requested, respond code 3. Goed. Maar ik ben nu bezig met het verkeer, want in dat ik het verkeer regel, dan stapt de ambu pas uit. En ik kan helemaal niks. Dus als nu iemand komt, moet hij mij eerst raken met een pistool voordat ik iets kan doen. I hope he'll make it. Ze nemen hem nu al mee. Mooi. Oh, ja. Je laat weer je collega vallen. Zo. Volgende melding. Ambu rijdt weg, ik volg ze nog even voor het geval dat ze daar achter. Auw, daar ging mijn bumper. In het geval dat ze daar achter misschien nog worden opgewacht of zo. Weer een inbraak. We've got a possible burglary in Pillbox Hill. Onderweg dus we naar een tweede inbraak. Dispatch, this is Victor 13. We're on it. 10-4, copy that. Niet dezelfde locatie, wel om de hoek. Geloof ik. Tweede collega is ook al onderweg weer. Trambaan, sorry, metro is ondergronds. Trambaan. Oh, daar ging mijn headset. En dan gaan we hier wat links en dan rechts de weg op. En dan rijden we weer op de normale weg. 700 meter, bij 500 zal ik eens langzaam zwaarlicht uit gaan doen.
We hebben rood licht, we letten op. Ze kunnen ons niet horen aankomen, alleen zien aankomen. Veilig te gaan uit. En dan komen daar natuurlijk weer de collega's met dikke toeters en bellen aan. Nou, dat kruis met name wel erg hoor, maar goed. No, no fucking way. Het is dezelfde straat geloof ik. Nou, ja, daar komen de collega's weer met die stomme sirene. Hoi, vertel. Oh, wacht. Jij bent dezelfde vrouw, of niet? Misschien heeft zij er iets mee te maken. I came home. Ja, oh, ja. Zelfde ding. Oké, okay, duidelijk. Daar zijn ze opeens. Kom, heren, we gaan naar binnen. Wederom. Ctrl-A to enter. Goede. Het is gewoon hetzelfde huis. Precies. Oh. Staan blijven. Mooi. Hij wou wel rennen. Oké, één verdachte aangehouden. Gaat mee met de collega. Waren ze alleen? Oké. Ja, ze waren. Hij was alleen. Goed, mevrouw. Eén verdachte aangehouden. Voor de rest niemand in de woning. U bent eigenaar van meerdere woningen of zo? Want u had net ook al gemeld dat er in uw andere huis werd ingebroken. Ja, tuurlijk. Nee, joh. Weg. Ctrl I, mooi. Thank you so much, officer. Oh, ze ging nog vier dingen zeggen. Oh, jammer. Meneer, blijf daar maar voor altijd zitten. Doei. We zullen nog één melding doen en dan is het wel weer tijd geweest om te stoppen. Lijkt me zo. Oh, wat was dat? Nee, ik hoef geen rescue mod te laden. Attention all units. Citizens report a civilian in need of assistance. Goed, op de snelweg. Oh god. Twee personen zijn aan. Ah, dit gaat echt verkeerd. We moeten hier ergens de snelweg op zien te komen. Oké, dat gaat wel. Twee personen in ruzie op de snelweg is gemeld door andere. De andere weggebruikers. Ergens hier beneden zitten ze of te racen of gewoon elkaar van de weg te proberen te duwen. Nou, we zijn er gelukkig bijna bij doordat we wat konden afsnijden. Willen ze eigenlijk beterdaad kunnen betrappen en dat doe je niet door blauw van ver te laten zien, dus tot ze blauw al heel ver achter hun zien aankomen. Hier hebben we, oh, ze zitten elkaar echt van de weg te duwen. Je gaat niet op de snelweg draaien, maat. Dat gaan we echt niet doen. Nee. Hey. Ja. Die andere gaf zo'n soort pitje. Wat je status? Ja, daar hebben we geen tijd voor. Hoe doe ik dat? 5. Nee. 9. F9. Dat is oké. 10-4, copy that. We gaan dus achter een. We zijn achter een verdachte aan het gaan. Die opzettelijk iemand van de weg duwde. De persoon kwam daardoor in een spin terecht en. Ja, was blijkbaar. Een beetje verward, want we tegen het verkeerde snelweg op gaan. Stond gelukkig stil.
ja, dat maken wij er maar even van. En de collega's kwamen daar al snel te plaatsen, waardoor wij door konden gaan naar deze verdachte, die met hoge snelheid er vandoor gaat. We hebben, nou, ik kan niet zien hoe hard we rijden, maar wij tikken onze topsnelheid aan. De Zulu vliegt erboven. En nu moeten we even gaan remmen. Oké, OC achtervolgen. Ik ga je niet pitten. Kamar, pak ze. Jammer. We gaan een pitje aanvragen. Dat doen we niet altijd. Dat hoor ik wel te doen. Request pit. Yes, correct vehicle. Oké. De achterfiets die man, denk ik. Yo, clear, it is time to pit. Dat is een motor. Let op, motor. Gelukkig remt de persoon er wel voor. Uitstappen. Waarom kan ik door mijn Touran heen rennen? Nou, dat is logisch. Nou, met 3 eenheden erachter en een Zulu. Oh, de verdachte zit... Oh, een paal. Uitstappen. Stoppen. Hij is beschoten. Uit de auto. Uit de auto. Ja, word ik nog aangereden? Return to the victim location. Ik dacht het echt niet. Dat is... hier. Nou, die is ook al weg. Goed. Even een update aan de... OC. De verdachte reed achteruit, vervolgens worden weer vooruit rijden waar ik stond. Ik kon geen kant op en toen heb ik geschoten. Dus ja, dat was het. Hij was al beschoten door iemand, ik weet niet door wie. Kan ik nou nog steeds door mijn Touran heen rennen? Ja, what the fuck is dit? Goed, mensen, iedereen bedankt voor het kijken. Ik ga niet meer terugrijden, dat duurt me echt te lang. De locatie is ook al verdwenen. Dus nou ja, tof dat jullie weer hebben gekeken. Ik hoop dat jullie het leuk vonden en ik zie jullie later. Doei!